Ben je aan het filmen? Ja. Hoezo? Op een moment. Hoe voel je de papa? Ja, lekker. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Joshua en ik hoop dat je kijkt naar een goed nieuw video op dit kanaal. En dat je kijkt. Mijn naam is Joshua. En vandaag ga ik weer lekker vloggen. Vrijdag, dinsdag, lekker. En vandaag heb ik een kleine opdracht gekregen. Ik moet vandaag filmen, of ga ik interviewen bij de leestoel. Zoals je weet, ik heb een baantje gekregen bij Maasduinen Centraal. 2 vlogs geleden, volgens mij. Denk ik. In ieder geval, ik ga daar vandaag helpen te interviewen met mensen. De ladies, de wielrenners dus. Dus ik hoop dat ik een klein beetje kan filmen voor mijn eigen kanaal, maar sowieso voor hun. En dan ben ik van plan om erop te gaan reageren als de video online staat. Ergens tenminste. Dus dan gaan jullie een beetje kijken wat mijn... Ik vergeet het. Reportage score zijn. Of zoals je het iets kan noemen, iets van dat ik ga interviewen. Mijn interview dingen. In ieder geval, ik weet niet hoe het ding heet. In ieder geval, mijn interview. Ik weet echt niet hoe het heet. Het is echt lastig uitleggen. Als je het weet, mensen, laat even comments achter. Dan weet ik het tenminste het woord weer. Mensen, ik sta hier bij de bus. Ik heb een kaartje gekregen, een perskaartje. Ik doe hem gek om. Dus we hebben zo. Hey, Tamme! Zo. Wacht even, je hebt de belangrijkste. Kijk eens hier. Hey! Aan die jas, ja! Yes. Even snel aan die jas, dat gaan we doen. Ik ben nu geweest met een reportage. We zijn bij de leestoel aanwezig. Dat is een scherm. Dat is ook echt dikke 4K scherm. Kijk hoe scherp het is, mensen. Het is echt scherp. Ik ben wel lekker bezig. De video is op Maasduinen Centraal op YouTube. Ik ga even een linkje in de beschrijving zetten. Kun je erop kijken. Nou mensen, ik kom iets bij iets heel grappigs aan. Bij een schermpje of zo. Allemaal, het loopt tenminste af. Dus over drie kwartier begint iets spannends, denk ik. Maar ik denk de startschot. Mensen, startschot gaat beginnen, het startschot. We zitten op dit moment 2 minuten voor het vertrek. 2 minutes before the start. Uiterste concentratie. Burgemeester Pen is ook nerveus, meneer Katubelo, zag weer. Gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen? Concentratie bij Nienke Veenhoven. Kilometer. Knokken individueel tegen de elementen. Ja. Doe een beetje lang, zeg je. Dankjewel. Heel welkom. Fijn gewoon welkom voor ons stadion. Deze filmen. Dat was het interview. Ik ben klaar met het interview. Dus ik ben helemaal ontkleed. Dus nu gaan we naar huis toe weer. Was leuk. Was helemaal... is helemaal nieuw natuurlijk voor mij. Dus daarom ga ik nu de volgende keer met Davy doen. De volgende keer is met Davy erbij.
De mensen nu zien, kijk, nu hier is ook Davy's perskaartje. Dus mag Davy ook komen tegenwoordig. En zo mensen, ben ik dan weer een tijdje thuis. En moet ik zeggen mensen, daar word je best wel moe van. Van dan dingen een beetje repeteren. Op interviewen aan mensen. Ik denk dat ik iets van 13 mensen heb geïnterviewd mensen. Dus en ja, daar word je best wel moe van moet ik zeggen. Ik zou binnenkort een reactievideo maken op de video als we hem geüpload hebben. Dan zoek ik die gewoon op en dan gaan we gewoon proberen om daarop te reageren. En een beetje mijn. Nu klinkt het ook heel fucked up, mijn. In ieder geval dan zou ik erop reageren, een beetje mijn dingen geven. Beetje mijn commentaar geven wat achter het scherm is gebeurd is en hoe het tot stand is gekomen in de interviews. Dus heb je een beetje een idee hoe het is gebeurd. De achter het schermen. Dus zonder beeld. Papa, ik heb nog iets gekregen. Ja. Van Maas Duinen. Een jas. Wat voor ding? Jas. Nee. Nou, pak het maar met een kut aan je vat. Niet kijken, want jij zit altijd kijken. Ja. Kraskaartjes. Ja. Joshua, Bottenberg en Davy. Ja. Wie is Davy mijn achternaam dan? Lamers. Weet je dat niet? Er is een kleine die Davy. Die Dotsen. Was je erbij? Nee. Nee. Die, die werkt op dinsdag. Weet je wel? Waarom zit hij er mee dan? Net al een vriend. Had je niet meer mee kunnen doen? Oh. Wil jij filmen? Net al een vriend. Ik wel, ja. Weet niet. Ben je nog filmen? Ja. Vraag. Hoezo? Op een moment. Hij heeft het niet gevraagd. Pap, doe het normaal. Naast al de show. Pap, ik ben filmen. Mam, zeg het weer, pap. Ja, ik ga het voor niet. Tegertje. Kim, je moet weer naar binnen toe. Hij heeft net iets gehad, man. Hij trapt nu echt niet meer een woordje. Ja. Zij helpt me dus met het interviewen. Kom niet tegentje. Die hebben zo hoor. Tegen die is gewoon dol op eten. Dus meestal als ze gaan eten, komt het wel. Die komt hier ook. Kom je? Kijk, dan is die weer binnen. Kijk. Doe het deurtje dicht. Binnen? Kijk, zie je daar eens? Tijgertje. Wanneer krijgen we jullie te zien op tv? Met lege stoel. Ik niet. We gaan voor de ogen. Daan? Wanneer krijgen we jou te zien op tv? Persoonlijk echt heel triest dat er op. Ha, stopt. Ja, ha. Volgend jaar. Oh! Hey! Was dat super! Wow. Was super speed! Dames en heren! We zitten even te kijken of papa, mama en Daan en Koosje om twee komen. Maar mensen, kom papa weer lekker in beeld daar. Hey! Hoe voel je de papa? Lekker. Waar ben jij aan doen, Koos? Ja, het kookplaat schoonmaken. Wat is dit? Dat schoonmaken voor de kookplaat. Nou, Joshua, kom op. Mag je schrijven? Kapen. Nee, niet doen! Koosje wordt een beetje geïrriteerd. Ja. Sorry Koosje, sorry. Spijt me. Oh, mag niet, water. Nee, mag niet. Dat is geen. Koosje denkt van, ik zet dat ding terug, snel terug. Maar ik denk dat ik gewoon mag niet aan het komen. Heel snel. Heb je nou morgen geschreven? Misschien? Wat is smiley? Oh, nee, smiley!
Oh, sorry. Ja mensen, dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat je een leuke vlog voor hebben gehad. Ik in ieder geval wel. Ik heb een hele super toffe dag gehad. Dus mensen, ik zeg voor mensen. Mensen, eerst doen. En danken!